Watchdog. Jullie zijn geduldig geweest en dat gaan we belonen. We hebben natuurlijk heel veel die Basel Talk in de meantime gehad. Maar de Watchdog kon niet ontbreken. Jullie hebben weer massaal je vragen doorgestuurd naar Sidekick Nick. En die gaan we behandelen, ja. Allereerst wederom even wat huishoudelijke mededelingen. Of nee, nog beter. Allereerst je horloge check. Oké. Wat heb je vandaag om? Het is wel een leuk verhaaltje. In januari heb ik een inbraak gehad in mijn huis. Waarin ze tevens ook de zaak probeerden in te breken. Dat is niet gelukt, bij me thuis wel. En daar is wat buiten gemaakt. En een van die dingen die buiten is gemaakt, was dit horloge. Terug bij de rechtmatige eigenaar. En dat is karma. Mijn eigen date dus zit er om mijn pols. En daar ben ik toch wel heel blij mee. Ja, goed. En jij, heb jij ook zo'n mooi verhaal? Ik heb ook, nou ik heb geen mooi verhaal. Ik heb een GMT Master 2 om. Een 1617 uit 97 en het is de Pepsi, dus met de Pepsi bezel en in staal. En nog beter, hij is te koop bij ons en zonder wachttijd. Hij staat gewoon in de vitrine, dus je kan gewoon langskomen. Hij komt vanaf volgende week dinsdag online. Maar dus ook bij dit horloge geldt dat je wel echt snel erbij moet zijn. Ja. Het is misschien net zo moeilijk om aan zo'n horloge te komen dan aan die nieuwe GMT Pepsi die ze net hebben gelanceerd. En dit horloge is toch wel een stuk toffer. Ja. In my opinion. Mijn opinion ook zeker. Dus het idee is, hij komt volgende week dinsdag online. Maar er is een grote kans dat hij in ieder geval voor die tijd alweer weg is. Maar dan hebben jullie hem in ieder geval eventjes kort gezien. Gaan we door naar de huishoudelijke mededelingen. Allereerst, was het rustig met de doodsbedreigingen deze week? Ik verveelde me. Kom op jongens. Ja, dus waar blijven ze? Dus ergens wel chill dat we niet meer bedreigd worden door de 12-jarige jochies. Dus ja, eigenlijk zoals ik vorige keer ook al zei, we proberen wat minder op die rapper game te zitten en wat meer gewoon over horloges. Dus eigenlijk ons meer zeg maar een gebied waarin we niet doodsbedreigingen krijgen. Precies, dus we willen het gewoon positief houden. Dus daar gaan we een klein beetje mee oppassen. Er zit voor ons geen verdienmodel in mensen exposen, snap je? Nee. Het is leuk voor de views of weet ik veel wat, maar het is voor de cloud of zo. Maar het is niet dat het voor ons zaken is. Dus keep your fake watches for yourself. Precies. En we doen dit echt puur gewoon voor de naast. Dus let gewoon positief houden en leuk houden. Dus die volgende was ook van stuur alsjeblieft geen neppe horloges meer in. We gaan ze niet meer beantwoorden. Je weet zelf ook dat ze nep zijn. Als je het ergens in Barcelona op het strand hebt gekocht van een of andere kerel voor 50 euro, dan is het nep. En hoe we het kunnen zien, don't even fucking bother. Vraag het niet. Voor de duidelijkheid, een schakel van een D-date alleen al is al meer dan 500 euro. Dus als jij voor 50 of voor 100 of voor 200 euro van mijn part een neppe hebt gekocht, it's not even close. Dus stop er alsjeblieft mee. We hebben meer te doen. Jij hebt waarschijnlijk meer te doen, dus doe het alsjeblieft niet. En het spijt me, Nick en ik proberen die berichten te beantwoorden allemaal op Instagram. En het spijt me als jij een serieus bericht hebt gestuurd en als je verdwijnt in die 200 andere berichten over mensen, nephrologen of whatever, dat we hem niet hebben beantwoord. Heb je een serieuze vraag of serieus verzoek of wil je ergens over hebben wat echt horloges betreft, dan stuur alsjeblieft nog een keer je vraag in en dan zorgen we ervoor dat we wel proberen we in ieder geval alles te beantwoorden. Ja. Een andere trend die we tegenwoordig veel zien is dat mensen bij ons vragen van hey, ik heb bij de buurman een horloge gezien, moet ik die kopen? Is dit een goede investering? Wat vind jij ervan Jasper? Moet ik dit doen? Ik heb hem bij de buren gezien, terwijl jullie ook horloges verkopen, maar toch wil ik jou, zeg dat? Jullie kennen geen schaamte. Kijk, je gaat ook niet bij de McDonald's naar binnen en vragen of de frietjes van de Burger King lekker zijn en of je daar een frietje moet kopen. Het is natuurlijk heel onherbiedig, dat begrijp ik. Maar ik wil heel graag je vraag beantwoorden over het horloge wat je zelf hebt, als het een echte betreft. Of over onze horloges, en daar wil ik je graag mee helpen. En er is een reden dat wij deze horloges hebben en hebben gekozen. Dus andere horloges of andere merken of andere winkels zijn wij niet zo happig op om onze mening over te geven. Ja, dus doe wat je niet later kan, koop het bij iemand anders, geen probleem. Alleen wij kunnen daar niet, kunnen je daar niet verder in helpen. Wil je gewoon we willen. En we willen je er ook niet verder mee helpen. Wil je een betrouwbaar horloge kopen bij een betrouwbare seller? Kom gewoon bij ons langs. Yes. Was dat het? Ik ben streng. Ik merk dat dit een soort trend is die steeds erger wordt. En we willen het graag. Hij krijgt een burn-out. Ik moet die community manager. Hij is de community manager. Dat is nu al serieus pittig.
En de laatste, dan gaan we door naar de vragen, is dat we wederom weer heel veel vragen hebben gehad, maar weer, ik denk 90% van de vragen is, wat is je lievelingshorloge, wat is je lievelingsmerk, wat is het duurste horloge wat je ooit hebt verkocht, wat is het duurste horloge wat je ooit hebt gekocht. Al dat soort vragen willen we eigenlijk ook niet behandelen. En domweg omdat we het gewoon saaie vragen vinden. Plus duurste, dat soort dingen, dat is een beetje... Ik weet niet, het is altijd zo prijsgericht en investeringen en weet ik veel wat. We zijn liefhebbers van horloges en ook qua veiligheidsoverwegingen zijn dat niet echt dingen die we graag aan de grote klok willen hangen. Dus ja, bij die vragen zeggen we toch eigenlijk dankjewel voor het proberen, maar nee. Welke goed, vragen meet ik we naar de vragen die we wel hebben door laten gaan. We hebben echt ontzettend veel gehad, dus we hebben een kleine selectie moeten maken, anders zitten we hier over 3 uur nog. Ik heb ook de vraag van YouTube en Instagram samengevoegd, dus dit is één ding. En de eerste vraag is van FKMKW Stad, en hij heet Max eigenlijk. Waarom doen jullie geen reviews over een Hublot Vintage Watch? De eerste Hublot kwam uit in de jaren 80, dus deze zijn ondertussen dan toch gewoon vintage? Ja, dan moet je eerst de definitie van vintage gaan bekijken. En zoals we al eerder hebben aangegeven is... Vintage niet zoals bij auto's, zoals oldtimers, dat ze na een bepaalde leeftijd vintage zijn. Vintage is een kwaliteitskenmerk in onze optiek die sommige horloges verdienen. En Hublot past daar niet onder. Het is, dit is ook discutabel. Ik snap dat het aan mening onderhevig is. Maar wij zijn geen fan van Hublot. En het zal vele malen gevraagd waarom niet. Ik ga het nog één keer uitleggen. Mechanisch gezien stelt het heel weinig voor. Je betaalt er heel veel voor. En dat bedrag gaat allemaal eigenlijk zitten in hun marketing, wat verder prima is. Ik snap dat merken aan marketing doen, maar ik ben het absoluut niet eens met hun manier van marketing. En daardoor willen we het niet stimuleren en promoten en daardoor, behalve dat ik hun designers gewoon gaar vind. En daardoor willen we eigenlijk niet zo heel veel ermee te maken te hebben. Dus hetzelfde geldt voor die Hublots van 30 jaar terug. Ja, en ook voor jezelf, als je er eentje wil kopen. Ik heb wel eens gehoord van die Jean-Claude Beaver dat... Zij qua marketing altijd proberen te zijn waar de hyperrijken ook zijn. Ja. En dan vervolgens gaan ze mensen als een Floyd Mayweather steunen. Die nogal een discutabel geschiedenis heeft. Je moet zelf die keus maken van wil je dat dragen? Wil je een merk dragen wat ook dat uitstraalt? Plus een merk die qua marketing uitdraagt dat het exclusief horloges zijn. Maar ondertussen hebben ze meer limited editions dan reguliere horloges. Ik zit niet op die lijn van hun. Het is heel erg gebaseerd op short-term wins en long-term losses. Dus het is op lange termijn denk ik niet dat Hublot een horloge is waar je van gaat genieten. En ik wil natuurlijk dat we producten aanbieden aan jullie waar jullie je hele leven lang van kunnen genieten. En dat is voor ons het belangrijkste. En Hublot valt daar ons inziens niet onder. Ja, dus voor de duidelijkheid, dus onze mening. Wij vinden het helemaal niks. Mocht je het wel mooi vinden, koop het. Veel plezier ermee. Ja. Okay, de volgende vraag is van Julien Vermeer. Dit vond ik zelf een hele interessante. Want dit is ook een vraag die ik zelf had toen ik wat jonger was. Dat is, in hoeverre is het normaal om bij een juwelier naar binnen te lopen en daar wat horloges te passen zonder de intentie te hebben om iets te kopen? Julien wil wel een keertje een Patek om zijn pols ervaren, maar voelt zich bezwaard om dan zomaar bij een juwelier of een andere horlogezaak binnen te lopen. Ja, dat begrijp ik heel goed. En dat idee komt niet zomaar uit het niets. Ik ken zoveel verhalen van mensen die, ik ga geen namen noemen, maar mensen die bij dealers naar binnen lopen van prestigieuze merken. En die een beetje viezig worden aangekeken alsof ze iets gaan stelen. En niet echt goed worden behandeld omdat ze waarschijnlijk toch niks gaan kopen. First of all, don't judge a book by its cover. We hebben zoveel klanten. Ik wil niet zeggen dat je ze geen stijver zou geven. Normaal gesproken. Maar die zien er niet uit alsof ze per se heel veel geld aan uitgeven. En we hebben toch heel veel klanten die dat wel doen. Hele grote verzamelaars ook. En daarnaast is dat een van de redenen dat we deze filmpjes aan jullie brengen. En dat we onze Instagram doen. En dat we Facebook doen. Want het is een hele mooie manier om dat anti-houtaine te doorbreken. Of dat houtaine te doorbreken. En dat soort toegankelijk te maken voor jullie. Dus je bent gewoon welkom om je horloge te checken. Je hoeft het niet gelijk te kopen. En dat is wel iets, een trend die we graag willen doorzetten overal in de juweliersbranche. En de juweliersbranche is natuurlijk traditioneel een beetje stijfjes. Gesloten. En dat vind ik wel jammer. Want wij willen toch wel dat plezier wat wij beleven aan horloges willen we net zo goed met jullie delen.
Ja. Dus mocht je er echt interesse in hebben, dan moet je gewoon een winkel binnenstappen. Voor de duidelijkheid, wij kunnen niet praten voor andere partijen. Bij ons ben je in ieder geval altijd welkom. Ik kan me voorstellen, we hebben twee deuren om binnen te komen. Dat het een soort van barrière is om binnen te komen. Maar wat jij ook al zegt, de reden dat we juist deze video's doen, is dat we een soort openheid willen geven. Dus kom gewoon langs. Bij ons ben je in ieder geval altijd welkom om horloges te zien. Ja. Voor jezelf zou het dan goed zijn om er door de week te komen. Hebben we net eventjes wat meer tijd voor je. Zaterdag is echt sales. Dan gaan er horloges vliegen als warme broodjes over de toonbank. En dan uit ondernemersperspectief ben je dan toch wel bezig met de klanten die iets willen kopen. Dus het is ook heel prettig eigenlijk ook voor jezelf. Want het haalt misschien het scherpe randje eraf. En voor ons ook om gewoon aan te geven. Luister, ik vind horloges heel tof. Ik vind het leuk om te zien. Ik wil het een keer passen. Maar op dit moment ga ik nog niks kopen. Dat kun je gewoon van tevoren aangeven. En dan is het echt niet zo dat je anders wordt behandeld. Door ons althans. Ja. En ik hoop eigenlijk van harte dat het bij andere winkels die horloges verkopen hetzelfde gebeurt. Inderdaad, we horen wel spookverhalen van winkels in Amsterdam, maar ook in het buitenland, die er absoluut niet zo happig op zijn. Helemaal niet als je 15 of zo bent en je komt in je korte broek of in je zomeroutfit binnen, willen ze je wel eens niet serieus nemen. Maar dat is eigenlijk hun los dan. Bij ons ben je voor altijd welkom. Of je nou in een korte broek komt of in een driedelig pak. Als je maar zo'n dikke portemonnee meeneemt. Of was dat niet de boodschap? Dat was de boodschap. Oh, dat was het. Sorry. Echt iedereen is welkom. Ook al wil je niks kopen, we zijn altijd bereid om gewoon wat mooie horloges te laten zien. En bij ons kun je altijd eventjes passen. Gaan we door naar de volgende vraag. Van Bram de Gans. Hebben jullie naast horloges ook nog andere hobby's en passies? Vertel jij maar. Ik moet zeggen dat tegenwoordig het hele horloge ding in Jasper, dat is eigenlijk... nee, dat is bijna 24/7 ben ik daarmee bezig, dus ik heb niet heel veel tijd meer. Ik ben zijn passie. Ja, een beetje wel. Als je ziet hoeveel ik met hem bezig ben, hoe vaak ik video's aan het editen ben, noem maar op. Mijn vriendin zegt wel eens van, joh, ben je met mij of... Maar goed. Oh, je hebt niet ook een vriendin opeens? Nee, die had ik al. Maar... andere hobby's. Ik heb een tijd lang hiervoor een kledingmerk gehad, een schoenenmerk. En daar heb ik heel veel tijd in gestoken. En dat was echt mijn passie. En ik heb het eigenlijk altijd wel met kleding en schoenen gehad. Maar ik moet je zeggen, ik ben ook wat ouder geworden. Het is een beetje verwaterd. Ik was op een gegeven moment klaar mee. En ja, dit was eigenlijk iets nieuws voor mij. En dit is eigenlijk nu mijn main passie. Een andere passie wat ik ook nog heb zijn eigenlijk youngtimer auto's. Dus dat zijn echt auto's die 15 jaar of ouder zijn. En dan met name Duitse auto's. Dus dat is nog een klein passietje voor me. En that's it eigenlijk. Een vrij simpele guy. Ik heb ook niks meer. Alleen horloges. Verder niks. Je hebt geen tijd voor om nog wat anders te doen. Nee, ik voetbal nog wel met veel plezier. En ik volg voetbal ook. En daarnaast... gewoon met mensen, vrienden uit eten. Ik hou van lekker eten. Jij ook. Ja, dus dat soort dingen. Gewoon de standaard cliché dingen. Chicks kijken op Instagram. Ja, gewoon een beetje wat jullie dus wat ook jullie doen. Ook zelf doen. We zijn gewoon hele doodnormale gasten. Ja, dat ligt wel een beetje op neer. Is dat het antwoord? Ja. Volgende vraag. Reizen. Ik vind reizen ook vind leuk. Leuk. Maar ja, tegenwoordig is die zo druk dat we daar ook echt weinig de tijd voor hebben. Dus... we vinden het allemaal nice, maar hoofdpassie of hoofdinteresse ligt echt bij horloges op het moment. En de volgende vraag is van Christian Den Haag. En die vroeg zich af, kan Jasper ook horloges maken en serviceonderhoud doen? Of kan je alleen inkopen en verkopen? En de reden dat hij het vraagt is omdat hij later ook graag een zaak zou willen openen, maar echt totaal geen kaas heeft gegeten van het mechanische gedeelte. En dan vroeg zich af of hij ook zonder technische kennis... iets zou kunnen join the club. Ik heb wel technische kennis, maar ik heb geen technische vaardigheden. Dus ik snap wel hoe het in elkaar zit. Ik heb de vakschool Schoonhoven gedaan. Dat is ook een veelgestelde vraag wat ik heb gedaan. Vakschool Schoonhoven en een deel daarvan is uurwerktechniek. Dus ik snap wel hoe het in elkaar zit en hoe het werkt en de mechaniek. Maar ik heb twee linkerhanden. Als ik naar iets kijk, valt het uit elkaar. Dus daar waag ik me gewoon niet aan. En dan is het gewoon een kwestie van de juiste mensen ontmoeten, de juiste mensen kennen, de juiste mensen onderhouden, die dat allemaal voor je kunnen verzorgen. Want het is wel een belangrijk onderdeel, de service en de onderdelen verkrijgen van horloges om ze helemaal origineel af te leveren en perfect functioneren. Dit is heel belangrijk, maar het is niet iets wat ik in eigen beheer doe. Dus we gebruiken daar mensen voor die daar wel bekwaam voor zijn. Ik heb een one-track mind. Dit is bij mij inderdaad gewoon de handel en het ondernemerschap. En met mijn handen moet ik zo min mogelijk doen.
Ja. Geld tellen misschien. Dus. Ja, dus ik denk ook een advies is om voornamelijk te focussen op de dingen die je kan. Ben je goed in verkopen of met mensen dealen, focus je daarop. Maar alsnog is het wel goed om een soort van basiskennis te hebben. Van dat je ook je, bijvoorbeeld als je, stel je werkt met externe horlogemakers. Ja, je moet wel weten. Ja, je moet ze wel kunnen controleren en checken of ze hun werk goed hebben gedaan of wat dan ook. Dus zorg wel dat je een soort van basis, of in ieder geval een technische kennis hebt. Maar dat je echt daadwerkelijk horlogemaker hoeft te zijn om dit vak te kunnen doen. Nee, dat hoeft niet. Zeg je het goed? Perfect. Ja. Ik had het niet beter kunnen vertellen. Oké. De volgende vraag is van Philippe. Die vraagt zich af, dat volgens jou komen de meest iconische horloges uit de jaren 50 en 60. Dus bijvoorbeeld de Daytona, Speedmaster, Submariner. Mm-hmm. Maar hij vindt bijvoorbeeld horloges zoals de Seamaster 300M, die dit jaar 25 jaar oud is en beroemd is gemaakt door Pierce Brosnan in volgens mij GoldenEye. Ja. En James Bond dus. Of de Breitling Colt ook iconisch. Vind jij dat ook? Nou ja, de Seamaster 300M die is gebaseerd op een model uit de jaren 60. De Seamaster 300 uit de jaren 60. Ja. Dus, en de reden dat de oorsprong van die horloges veelal in die jaren zijn, is omdat er toen heel erg vraag was in bepaalde professionele fields, zoals de duikers, de piloten, de racecar drivers, die echt groot aanzien hadden destijds, die hadden de vraag naar bepaalde tools. Kijk, nu heb je, als je onder water gaat duiken, ben je niet afhankelijk van je horloge. En als je een piloot bent, dan ben je niet afhankelijk van je horloge met verschillende tijdzones, omdat je gewoon heel simpel op je telefoon iets kunt checken. Maar toen was het wel zo. En daardoor vindt de oorsprong van veel van die belangrijke modellen in die periode plaats. En of er nou de afgelopen tijd heel veel, op dat gebied heel veel interessanters bij is gekomen, ben ik het niet helemaal mee eens. Het hangt een beetje af wat je definitie van iconisch is. En dat is ook wel grappig dat je zegt van ja, ik vind bijvoorbeeld de Seamaster 300 interessant. Want ik ken dat van James Bond. En ik moet zeggen, ik ben ook in die tijd opgegroeid. Dus voor mij is Pierce Brosnan ook een soort van de echte James Bond. Ja. Maar het echte horloge van James Bond is geen Omega. Dat is een Rolex, een Submariner. Die ook weer eigenlijk uit die tijd komt. Of toen is het iets ouder dan. Ja, eind jaren 50. Ja. Ja, eind jaren 50. Klopt. Dus in die zin ben je een soort van een beetje in hun marketing getrapt. Zij hebben expres natuurlijk James Bond gesupplied met die Omega. Om het een soort van cool of wat dan ook te creëren. Ja, dus wat kan je erover zeggen? Dus in die zin is een 300M misschien wel een soort van iconisch. Maar is het altijd een soort van, hoe zeg je dat? Teruggreep naar het verleden. En de oorsprong vindt inderdaad, dat heb je wel goed opgemerkt, de oorsprong vindt inderdaad veel op plaats in de jaren 50 en de jaren 60. Omdat toen de vraag naar specifieke horloges het grootst was. En die mensen die in die fields werkten, die hadden ook het meeste aanzien toen. Volgende vraag is van Tim Spijkerboer. Die vraagt, met welk horloge heb je de meeste moeite gehad om te verkopen? Oftewel, aan welk horloge was je het meest gehecht? En waarom vond je dit zo moeilijk? Het is een hele goede vraag. Lijkt me een psychiater. Zoveel moeite gehad. Maar ken je het gevoel? Of is het voor jou ik ken echt het gevoel. Handel? En nee, daarom sta ik niet in de winkel. Of tenminste, ik doe niet de regular sales. Omdat, ja, afscheid nemen van een horloge doet veel meer pijn dan een horloge kopen. Daarom doe ik liever de inkoop. En heb ik mijn collega's die ze weer verkopen. Maar het meeste pijn, ja, ik weet wel wat het meeste pijn heeft gedaan. Ik weet wat het meeste pijn heeft gedaan. Een 6542, eerste GMT Master. En de reden daarvan, ik vond die gast echt een fucking eikel die dat ding kocht. Een 6542. Ja, dat was smaak. Het was smaak. Originele bakkelieten bezel. En destijds gingen die kringen gewoon voor €30.000. En nu zijn ze 60, 70. En heb ik het over 2-3 jaar geleden. En die gast die het horloge kocht uiteindelijk. Ja, ik gun hem niet dat zijn horloge nu 2-3 keer zoveel waard is. Dus daar heb ik dan het meeste moeite mee. Want heel vaak heb ik een heel leuk gesprek met mensen als ze hun horloge kopen. Dus dan heb ik ook een beter idee of een beter gevoel erbij met het afscheid nemen. Hetzelfde geldt als jij een hondje hebt en je verkoopt je hondje. Dan wil je wel dat de nieuwe eigenaar dat je dat een chill gast vindt. Mooi thuis terecht. Precies. Dus die 6542. Oké. Voor mij is het minder omdat ik niet echt in die sales sta. Maar wat voor mij echt een horloge was die ik nog steeds kan herinneren was die 666 C-dweller. Ja. Dat is echt. We hebben heel even een 666 C-dweller gehad. Die ik een soort van even een dagje om mocht. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel met toolwatches. Zou je niet zeggen. Want ik heb eigenlijk elke keer in de watch ook een toolwatch om. Maar normaal gesproken heb ik dat eigenlijk niet.
Maar die deed iets met me, man. Ik vind gewoon die triple S is een soort van referentie. Dat gewoon die verhouding van dat horloge, alles klopt. En die bezel was zo fucking mooi verkleurd. Hij had een soort, het was waarschijnlijk, het is natuurlijk zwart geweest, ja. Maar hij was een soort gefade naar een soort heel nice donkerblauw. Mooi dat tritium wat vergeeld was. Het was echt een fuck. Hij staat nog op onze Instagram. Ja, en toen heeft Nick, hij is zelf verantwoordelijk eigenlijk voor de verkoop. Hij had een fucking mooie foto ervan geschoten. En die posten we op Instagram en toen was hij binnen een uurtje opgehaald. Ja, hij is letterlijk van mijn pols afverkocht. Ja. En die denk ik nog wel eens. Maar ook bij die is het zo van, ik weet dat hij bij een goed huis terechtgekomen is. Barend in het zweet wordt hij wel eens. Ja, nog steeds denken we wel eens aan, maar ik weet dat hij het goed terecht is gekomen bij iemand die echt een liefhebber is. Ja. En die er echt blij mee is. Dus als ik zo gauw eentje moet noemen, zou dat hem zijn. Maar ik ben altijd weer blij als je uiteindelijk weer terecht komt bij iemand. Ik kan me dat herinneren inderdaad. Gelukkig toen werkte hij hier nog niet zo lang. Toen werkte ik inderdaad echt een maand of twee of zo. Volgende vraag is van Jesper Diveza. Lijkt het jullie denkbaar dat over 30 jaar de eerste Apple Watch uit 2015 een vintage watch kan zijn? Nee, is niet denkbaar. In geen enkel scenario. En wel om de volgende reden. Het is appels met peren vergelijken. Oud Nederlands gezegde. Apple. Oh, oké, Apple. Je schaart het onder de verkeerde categorie. En Apple heeft zichzelf een keer in een heel mooi grafiekje gezet. Helemaal bovenaan dat ze nog meer sales hebben gedraaid dan Rolex. Meer sales dan Omega, weet ik veel wat. Maar een Apple Watch is simpelweg een tool. Het is een application. Het is geen sieraad. Een vintage horloge is een sieraad. Je kan er de tijd op zien, maar dat is bijzaak. De primaire functie van een vintage horloge is dat het mechanische kunst om je pols is. En dat het gewoon puur is als sieraad. En een Apple Watch die heeft allemaal tools en allemaal, hoe noem je dat? Allemaal software en weet ik veel wat. Het is gewoon een iPhone op een bandje, daar komt het op neer. En over 50 jaar is die techniek al lang verouderd en gaar en niet meer relevant. En mensen vinden het dan niet tof omdat het er mooi uitziet. Hoogstens zou het terug kunnen komen in een of ander Apple museum. Of iets. Ja, je hebt wel een aantal natuurlijk van die Apple collectors, die oude iMacs en dergelijke verzamelen. En ik zou het meer op een soort van ouderwetse tag zetten dan dat het een soort van deel van een horlogewereld gaat worden, denk ik eigenlijk. Nee, nooit. En daarom die vraag van dat mensen vragen of de opkomst van de Apple Watch dan voor ons gevaarlijk is of voor deze business. Ik denk juist het tegenovergestelde. Juist omdat sommige mensen, overschuiven naar die technische kant met die gadgets en alles, zijn er steeds meer mensen die hang creëren naar ambacht en naar vroeger en naar juist die traditionele manier van de tijd weergave. En ik denk juist dat het helemaal geen concurrent is. Denk ik ook niet. En we krijgen wel redelijk vaak de vraag van, wat vinden jullie van smartwatches of de Apple Watch of whatever. We hebben geen mening over. Het zijn in ons ogen ook geen horloges. Het is net zo'n vraag dat je vraagt, wat vind je van een iPhone? Ja, ik heb er wel een soort van mening over, maar het doet er absoluut niet toe. Nee, het is niet relevant voor ons. Het is niet aan ons om daarover te oordelen. Als jij een kunstverzamelaar bent en je hebt allemaal mooie Vincent van Gogh's en je hebt een flatscreentje waarin je een schilderij van Vincent van Gogh opzoekt en dat display op de flatscreentje en je hangt hem op je muur, dan is het ook geen kunstwerk. Dus het valt niet onder dezelfde categorie. Dat probeer ik ermee te vertellen. Op een hele rare manier deed ik dat. Maar dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Volgende vraag is van Koen T010. Die ziet dat wij in onze video's vaak een horloge eerst dragen en hem daarna in de verkoop doen. En hij is bang dat wij die horloges misschien beschadigen in de tijd dat we hem dragen voor de verkoop. Is dat gegrond? Koen hoeft nergens bang voor te zijn. Hij komt uit 010. Dus we hebben helemaal geen boodschap. Get out. Nee, geintje is geintje. Ik hou van Rotterdam. Nee, het zijn horloges die soms al 50, 60 jaar gedragen zijn. Dus voor ons is er geen angst om daar nog afbreuk aan te doen. Plus, wat denk je dat we ermee doen? We gaan er geen spijkers mee in de muur slaan. Het zijn horloges. Het is een gebruiksvoorwerp. Het is oké als er een crash op komt. Maar ja. Er komt wel eens een keer bij. Ik bedoel, jij doet een horloge om. We zetten de camera aan. We nemen het videootje op. En het horloge gaat weer terug de winkel. En dus het is hooguit 10, 20 minuutjes eventjes om ons pols. Klopt. Ik draag wel heel vaak verschillende horloges. Maar dan draag ik ze nadat ik ze koop. Dus dan koop ik iets tofs in, wat ik niet vaak heb gehad. Dan draag ik het zelf eerst een week en dan laat ik het opknappen en dan gaat het rechtstreeks de winkel in. Ja, dus voor de duidelijkheid, al onze horloges zijn helemaal schoon, helemaal geserviced en eigenlijk ook gewoon in goede staat. Dus niet beschadigd of wat dan ook. Dus daar kan je van op aan. Volgende vraag is van Torben Kleiterp. En dit is een vraag die we vaker hebben gehoord, maar ik heb hem nu van hem genoemd. En dit is eigenlijk een vraag die we niet willen beantwoorden,
Maar deze komt zo vaak terug dat we hem heel eventjes moeten analyseren. En dat is, wat vind je van het merk Tudor? Dat horen we inderdaad vaak. Ja. Tudor wordt denk ik niet ten onrechte de poor man's Rolex genoemd. En dat bedoel ik niet disrespectvol naar Tudor toe. Want ik hou van het merk. Ik hou ervan hoe ze zich momenteel profileren. En ik denk dat ze dat op een sterke manier doen. Plus in de geschiedenis, Rolex is natuurlijk een merk wat vrij conservatief is en nooit heel erg van hun designs afweek. En dat wordt ook minder gewaardeerd bij de fans van Rolex om dat te doen. En Tudor gebruikt ze nog wel eens om wat nieuws te proberen. Kijk naar die snowflake, verschillende kleurtjes bij bijvoorbeeld de homeplate en die chronograaf uit de jaren 70. En daar zijn ze dan toch wel, vind ik, uniek in. En de casing en de banden, et cetera, wordt allemaal door Rolex geproduceerd. Alleen, ze hebben een ander uurwerkje en ETA zit erin. Althans, bij die voorgaande modellen. Maar het is echt wel a lot of bang for your buck. En ik vind het gewoon een heel sterk merk. En ik hou ervan. En het doet geen afbreuk aan Rolex. Het is gewoon samen, vind ik het een hele sterke combinatie. Maar je kan er moeilijk onderuit komen dat dat imago blijft houden als een soort van poor man's Rolex. Denk ik ook dat ze dat altijd wel een beetje zouden houden. Maar ja, wat jij zegt, het is wel een soort van, het is wel wat speelser dan Rolex. En helemaal die moderne, die hebben echt een goed prijspunt. Dus ja, zeker. Het is absoluut gewoon een volwaardig, goed, luxury horloge merk. Zeker. Dus het doet absoluut niet af van kwaliteit. Een beetje misschien. Alleen het uurwerk. Alleen het uurwerk. En goed. De rest, een afwerking. Knip ik eruit. Volgende vraag is van Max Engelhart. En het viel hem op dat gouden Rolexen vaak als nieuwwaarde boven de 30.000 zitten, zoals de D-Date of Skydweller. Maar hij ziet vaak dat deze modellen tweedehands een stuk goedkoper zijn. En dit zie je bijvoorbeeld niet bij stalen modellen. En zijn vraag is, waarom zie je dit niet bij stalen modellen? Of waarom zie je dit juist wel bij gouden modellen? Ja, dat vind ik ook deels ten onrechte. En daarom vind ik de D-Date zo'n interessante koop. Omdat als je een D-Date nieuw koopt, ben je 29k kwijt. Nee, ja, begin bij 29 voor de basis. Sterker nog, alleen die President Bracelet kost al 12 ruggen. Bij ons heb je een hele 18038 voor 12 ruggen. Dus ik vind het absoluut ten onrechte. Ik snap het niet goed. Dat gezegd hebbende, is Rolex toch wel een beetje bekend geworden. En staat Rolex synoniem voor die sportieve, sterke horloges. En dat is dan ook wat mensen, denk ik, meer waarderen. En dat daardoor de vraag naar die modellen hoger is. En tevens het aanbod houden ze kunstmatig laag. Daarbij wil ik ook een andere vraag behandelen die ik zelf persoonlijk heb gekregen van iemand via LinkedIn. En dat is dat Rolex zelf die vraag kunstmatig hoog houdt. Sorry, ik bedoel, ze houden die vraag kunstmatig hoog. En daardoor creëren ze een soort van schaarste vanzelf. Waardoor die prijsontwikkeling heel sterk is. En dat is weer een soort van marketing tool voor Rolex. En dat hebben ze echt specifiek gedaan met die stalen modellen. Ik bedoel, als je die Daytona, moet je 3 jaar wachten of zo nu al. Ja. En dan koop je hem voor 11,5 en dan kan je hem de volgende dag voor 16 verkopen. Ja, dat is natuurlijk een mooie manier voor Rolex om te zeggen, kijk, zo goed is ons merk. Ja. En ja. En dat is natuurlijk niet zo dat een Rolex of een Daytona van 12k, dat die de hele tijd uitverkocht is. Ze zorgen gewoon dat de voorraad gewoon heel laag is en ze brengen het mooiste maat naar buiten. Waardoor een soort precies. Van... nepschaarste creëert. Waardoor, dus ook weer waardoor het horloge weer begeerlijker wordt. Waardoor mensen er meer voor willen betalen. Noem maar op. En ik denk ook bij goud. En ook bijvoorbeeld met de diamond set. Je betaalt op dat moment in de winkel voor de goudprijs. Of de diamanten. En dat is gewoon heel moeilijk om dat weer terug te krijgen. Een stalen Rolex is gewoon wat het is. En is daardoor ook gewoon... De waarde van een stalen Rolex zit niet zozeer ook in het materiaal. Nee. Maar meer in het product zelf. Ja. En bij gouden horloges of diamond set horloges zitten natuurlijk meer intrinsieke waarden in het product afzonderlijk van het naampje wat erop staat. Ja, er komt misschien ook nog wel bij dat stalen horloges of Rolexen met name misschien ook nog steeds een klein beetje populairder zijn dan geel goud. Het is toch een stukje smaak en staal is toch ook gewoon een goede instap. Maar ik vind het prima. Ik bedoel, daardoor kunnen wij D-Dates aanbieden voor zo'n fucking scherpe prijs ten opzichte van een nieuwe. Spijt me, maar als je een nieuwe D-Date koopt, dan kan je bijna niet anders dan voor gek verklaren. Want bij ons kan je voor hetzelfde bedrag bijna 3 D-Dates kopen. Ja, maar echt. Dus dat moet wel echt een afweging zijn. Maar ik denk dat dat het grote verschil is in ieder geval. Gaan we door naar de volgende vraag. Die is van Dekant007.
Die zegt, je draagt dagelijks andere horloges. Heb je nu nog wel eens echt speciaal gevoel bij de horloges die je draagt? Hij heeft zelf één Rolex en hij wil eigenlijk niet een tweede kopen, omdat hij anders bang is dat hij zijn eerste horloge of zijn eerste Rolex een beetje laat verwaarlozen. Dat is een goede vraag. Het is heel toepasselijk nu ik dit horloge weer om heb. Maar ik heb nog nooit zo lekker gevoeld om weer op mijn pols te kijken als bij dit horloge. Maar ik koester juist heel erg die verschillende horloges. Ook omdat ik ze maar heel kort draag, dan geniet ik er optimaal van in die korte periode. En juist omdat ik zoveel afwisseling zie, geeft me alleen maar meer waardering voor de verschillen onderling tussen de verschillende horloges. En ook in een hele korte periode kan ik dat goed uitdragen. Daarnaast heb ik natuurlijk ook horloges die ik gewoon voor mezelf hou. Dus dat is mijn privécollectie. En pas als ik daar op een gegeven moment misschien klaar mee ben, dan verkoop ik het. Maar nee, ik heb dat niet zo. Ik heb niet dat ik een horloge, dat ik er niet van geniet omdat het maar voor korte duur is. Ik heb wel altijd dat ik echt, juist, want ik bedoel, als je al 10 jaar op hetzelfde horloge kijkt, dan neem je het misschien eerder voor lief. Zeker. Nu als ik een nieuw horloge om heb, dan zit ik elke keer, ik zit wel 20 keer per dag zit ik zo te kijken en met het licht te spelen of even een fotootje te maken. En dan denk ik weer, damn, dit is echt gewoon fucking nice. En ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb wel eens vaak, dan leg ik bijvoorbeeld een horloge in de kast en dan kijk er een paar weken of een paar maanden niet naar. En dan na een tijdje haal ik hem weer uit de kast en dan word ik soort van weer opnieuw verliefd. Precies, weet je? Precies. Dan zie je in één keer van, oh ja, damn, dit is de reden waarom ik toen de tijd voor dat horloge ben gegaan. Kijk, als je je vriendin elke dag ziet, dan denk ik ook op een gegeven moment, god, weer dat wij. Sorry, lief schat. Maar ja, als je haar dan een maand niet hebt gezien, omdat ze gezellig op vakantie is, en ze komt weer terug, dan denk je weer, ah, daar is mijn lieve schat, de mooiste meisje van de hele wereld. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als je nu een tweede horloge koopt, dat je inderdaad die eerste heel eventjes opzij legt. Maar er gaat weer een tijd komen dat je weer denkt van, damn, oh ja, dit was waarom ik er verliefd op werd. Dit is waarom ik het tof vond, of wat dan ook. En het is niet erg om af en toe een paar weken je horloge in een kast te leggen, of misschien nog wel langer. Dat maakt echt niet uit. Goed, volgende vraag. Van Rick Bruinsma. Dat is een beetje een rare vraag, maar ik vond het wel goed om nog eventjes ertussen te doen. Is van, hoe heb je je eerste vermogen vergaard om je eerste horloge aan te schaffen? Oké, dus toen was ik een jaartje of 16, 17. Toen kocht ik een Datejust. Dat is het eerste horloge dat ik zelf heb gekocht. Ik bracht medicijnen rond voor een apotheek. En dat deed ik elke week. En dat geld zet ik opzij. Ik kocht er geen Gameboy spelletjes of weet ik veel wat van. Gameboy? Hoe was het? Ja, 15, 16? Ja, ik weet niet of Gameboy of PlayStation, whatever. Anyhow, ik spaarde dat en daar kocht ik mijn eerste Rolex van. Dus gewoon regulier werk. En dat is mijn startkapitaal geweest. Ja, ik vond het zelf niet zo'n boeiende vraag. Maar de reden dat ik hem in heb gedaan is dat er deze vraag krijgen we wel vaker. En er wordt heel vaak gedaan alsof het een soort van de meest grote investering of uitgave gaat zijn in je leven. Maar we praten hier van een vanafprijs vanaf ongeveer 3000 euro. We begrijpen dat dat veel geld is. Maar het is iets wat je voor het leven koopt. Toevallig was er iemand in de comments die zei van, ja, als ik kon kiezen tussen mijn eerste auto of mijn eerste horloge, laten we zeggen voor 3000-4000 euro, dan ging ik voor die eerste auto. Maar dat is in mijn ogen geen keuze. Want als je een auto koopt voor die prijs, dan rij je nu hooguit 2-3 jaar. Maar dan heb je nog veel meer kosten, wegenbelasting en hele zooi eromheen. Klopt. Mijn horloge is dat niet zo. Er zijn kids die tegenwoordig vestpaadjes kopen van 4.000-5.000 euro. Een woerdersjas van En die hebben 2-3 jaar en dan wordt het weer weggeflikkerd of het wordt weer doorverkocht. Een horloge, als je kijkt naar de tijd dat het meegaat en je berekent dat in combinatie met de hoeveelheid of de financiële investering, dan valt het echt wel heel erg mee. En ondanks dat het heel veel geld is, is het wel denk ik heel het is niet onhaalbaar of zo. Zelfs niet als je 15, 16 bent en bij de Albert Heijn werkt, is het best te doen. Juist, heb je geen loon. Ja, je hebt geen huur. Je hebt geen huur, je woont thuis, je maakt voor les eigenlijk geen kosten. Af en toe vraag je nog even wat een paar tientjes aan je ouders of zo. Schraap gewoon alles bij elkaar. En als je dit echt wil, dan fix je gewoon dat horloge. En dan is dat niet zo'n barrière als wat er nu soms wordt geschetst. Volgende vraag is van Tim RNS. Die vroeg zich af, wat is uiteindelijk een betere investering? De huidige Explorer of de huidige Air King? Dat vind ik een kutvraag. Ja, ik ook. En ook dit vond ik wederom een kutvraag. Maar de reden dat ik deze in heb gedaan is omdat wij eigenlijk absoluut niet zo kijken op zo van, wat is misschien een goede investering? Voor de duidelijkheid, deze twee modellen zijn absoluut beide geen goede investering. Of laat ik zo zeggen, er zijn betere investeringen te maken als je soort van
hoop op een return of investment of wat dan ook. De beste investering die je kan doen, is investering in je eigen plezier. Dus welk horloge gaat jou het meeste lol brengen en het meeste fijne gevoel als je erop kijkt. Dat is de beste investering. Klaar. En doe je het om een financiële reden, dan moet je ze allebei niet nieuw gaan kopen. Klaar. Nee. Simpel. Zeker. Volgende vraag is van Nabil van Zuid. Welk horloge zou je uit de wereld verbannen? Dat vind ik een leuke dat vraag. Dat vind ik op zich wel. Dat vind ik een leuke vraag. Maar ik mag er maar één kiezen. Ja, laten we voor de... Eén model of één merk of... Nee, gewoon welk horloge? Gewoon. Frank Müller. Nog een bepaald model? Of, nee, alles, gewoon het hele merk mag niet bestaan. Het heeft geen bestaansrecht. Ik gun het geen plekje. Het is gewoon verspilling van materiaal en van arbeidskracht. Ja. En ruimte. Ja. Ik heb het zelf ook een beetje bij Frank Müller en eigenlijk ook nog steeds wel bij Hublot. Ja. We ook vaak de vraag kregen, wat vind je bijvoorbeeld van Richard Mille? Ik vind afschuwelijke horloges, maar het is wel een soort van, het wordt wel nice gemaakt. Het is ja, way overprijsd. Ik heb er wel respect voor de mechaniek en ja. Dat soort dingen. Dat is wel tof. Maar nogmaals denk ik niet dat je aan het juiste adresje vragen stelt, wat dat betreft. Maar Frank Müller, zou er ergens op de wereld een Frank Müller verzamelaar zijn? Zullen ze zeker wel zijn. Heel sad persoon is dat. Ja. Dus dat is ons antwoord. Volgende vraag. Is van Pepijn 0346. Is er een model van Rolex of een ander merk die te underrated is en die door meer mensen gedragen zou moeten worden? Laten we eventjes specifiek dan op Rolex. Ja, nou ja, we hadden het dus al eerder over die daydates die nog steeds vind ik underrated zijn. Ze zijn te laag in prijs. Vroege Dayjusts vind ik echt gaaf. 1601, 1603, maar zelfs daarvoor de 6305, de 6605. Ik heb er één om, heel toevallig. Die vind ik underrated. En dan gewoon afwijkende modellen van Rolex die nog niet opgestegen zijn in recognition en daarmee ook in prijs, zijn de Turnograph, de Thunderbird. En dan vooral de vroegere referenties vanaf 1625 en daarvoor 6609 bijvoorbeeld. En 6309 zelfs, die daarvoor. Plus één model, dat vind ik zelf echt een hele toffe. En die zullen jullie vast niet kennen. Gebruik Google. Of ga je dit keer plaatjes erbij plakken? Nou, even kijken wat ik ga doen. Gewoon Google. Ja, hoef je niet midden in de nacht te editen. 500 plaatjes erbij. Dus jullie kunnen thuis ook gewoon googlen. 6556. Rolex True Beat. Weet je wat dat is? Ja? Wat is het? Ja, dat is een kwarts horloge waar die ze een soort van hebben... Nee man, eigenlijk andersom. Het is een automatisch horloge, alleen hij tikt als een kwarts. Nee, en de reden hiervan is dat dat beter was voor dokters die zo beter je pols kunnen opnemen, dus je hartslag. En dit is gewoon een super zeldzaam horloge met een heel specifiek uurwerk. En dan heb je echt iets bijzonders. Ik denk dat je mensen versteld doet staan. Niemand of weinig mensen kennen het model en ze zijn ook nog eens best wel oké te betalen. En daarnaast, ik ben een groot fan van de quartz design cases. Dus die je ziet bijvoorbeeld bij de 19018, die Day-Date quartz. En ook bij de Datejust trouwens, die hoekige vormen met die geïntegreerde band vind ik heel gaaf. Alleen ben ik gewoon dat quartz uurwerk vind ik kut. Maar ze hebben ook een referentie gemaakt met het quartz uurwerk. Of sorry, met een automatisch uurwerk, maar in die quartz casing. Yes. Sick. En een referentie ken ik eigenlijk niet uit mijn hoofd, maar volgens mij is het referentie 1530. Referentie 1530. Correct me if I'm wrong. Dan edit je wel even, toch? Dat je gewoon 15... Volgens mij referentie 1530 heeft die quartz design, maar dan automatisch uurwerk. Cheap ook nog eens. Oké. Wat voor mij is denk ik ook wel echt een sleeper is die Explorer 2. Met die orange hand. Ja, inderdaad. Dat is een horloge dat als ik hem hier op het stand zie staan, dan pakt hij me niet echt. Maar als je die omdoet, dat ik iedereen aanraden doe om, dan verandert dat horloge en dan wordt hij echt heel nice. En hij stagneert echt in ontwikkeling van aandacht en aanzien. Maar het is altijd een moeilijk model gebleven. Ja. Maar we merken dat veel kenners of echt liefhebbers, die pakken die er toch wel elke keer uit. En voor mij persoonlijk is dat ook een heel tof horloge. En een ander punt dat ik wel interessant vond, dat zei onze collega Dennis, die zei dat het eigenlijk best wel logisch is dat factory set, dus Diamond Factory Set Rolex, ook natuurlijk een stuk schaarser zijn dan een horloge die dat niet zijn. Dus ik denk ook
misschien in de toekomst. En juist misschien wel de Rolex die op de oude manier zijn gezet. Dus op de oude manier. En soms hebben die factory set diamonds hebben zelfs een eigen referentie. Ja. Dan is het al helemaal, als we kijken naar een vroege D-rate met pipe en dial. Diamond set bezel, diamond set index, referentie 1804. Is alleen geleverd met diamonds. En ik denk zeker dat die speciale referenties ook die potentie hebben om echt nog door te groeien. En je bent gewoon badass als man, dat je gewoon een horloge met diamanten draagt. Shit is cool. Dat kan niet iedereen. Niet elke man is man genoeg om dat te kunnen dragen. Hetzelfde geldt voor geel goud trouwens. Voor een gele trui. Of een gele trui. Dat kan ook niet iedere man. Nee, hij zou dat bijvoorbeeld niet kunnen. Volgende vraag is van Ruben Veld. Is het raar om bij de aanschaf van een horloge te onderhandelen over de prijs met de verkoper? Of is dit net zoals bij aanschaf van auto's misschien een beetje korting door middel van een gratis setje winterbanden of zoiets dergelijks? Dit is altijd een hekelpunt. Ja, ik vind het ook een lastige vraag, want ik vind juist bij auto's kun je altijd een handje klappen. Mm-hmm. Maar hoe zit het bij horloges? Let me clarify. Nu is het zo dat voor ons, het klinkt heel gek, maar wij zitten in een van de weinige businessen waarbij het moeilijker is om handel te vergaren dan handel te verkopen. Dat wil zeggen dat als ik jou een Rolex verkoop in 1972, ik zeg maar wat. Als jij de winkel uitloopt, kan ik niet iemand opbellen en zeggen dat ik er weer eentje wil. Er zit voor ons zoveel tijd in. En op het moment dat het bij ons in de winkel komt, verkoopt het toch wel. Of jij het nou koopt, of dat de volgende persoon het koopt, of dat die over een week wordt verkocht. Maar bij een dealer heb jij nieuwe modellen, verkoop je nieuwe horloges. Ja, dan weet je gewoon dat het op internet wordt het precies hetzelfde horloge voor minder aangeboden. Dan moet je denk ik al sneller met korting gaan slingeren. Plus op het moment dat diegene in de winkel uit is, dan kan je bellen en zeg je, hey, luister Omega, ik wil even een nieuwe Seamaster. Ja. Want ik heb er eentje verkocht. Dus dan is het wel een stuk makkelijker om met korting te spelen dan bij vintage horloges. En ik vind het ook altijd een beetje een zwakte bot. Om korting te geven, ons inziens zijn we daar niet happig op. Dus wij betalen het liever terug in service dan in een paar biljetjes. Ja, want uiteindelijk dan pak je de 200-300 euro, win je er dan mee, maar uiteindelijk heb je daar niet echt iets mee gewonnen. En ik denk dat de prijzen die wij hanteren, dat die gewoon fair zijn. Een soort van insider tip is, ik kan me voorstellen, stel je gaat eens naar een IWC of een of andere rare horloge kijken, dan kan je ervan uitgaan. Stel je gaat naar een IWC of een ander rare horloge. Laat ik zeggen, niet zo. IWC is een goed merk hoor. Heel veel mensen vragen waarom we nooit over IWC praten. IWC verkopen ook en het is ook een gewaardeerd merk. Ja, vertel goed, je bent met me eens, een Sub of een Datejust. Dat zijn populaire modellen. Dan hoef je niet bij een dealer aan te komen en zeg, ik wil korting of dat ding of wat dan ook. Zij gaan het sowieso voor die normale prijs verkopen. En hetzelfde als wij. Stel je merkt bijvoorbeeld dat een horloge daar al een tijdje ligt. Of je hebt hem al vaker in de vitrine gezien. En ligt daar een half jaar of een jaar. Wat mogelijk is. Dan is het wel. Misschien is het de vraag van. Ja, willen jullie er vanaf? Kunnen we misschien tot de prijs komen? En dan zijn ze willen ook graag die horloges verkopen. Dus dan is er soms wel wat. Wat ruimte daarin. Maar verwacht niet dat je het voor de helft of voor 20% absoluut niet. Dealers geven gewoon 20% korting. Nou ja, goed, misschien 20%, maar echt de helft eraf, dat zie ik niet. Er is niet eens zo'n grote marge, is er niet eens. Zelfs niet op nieuwe horloges. En al helemaal niet bij ons. Wij werken heel hard voor heel weinig. Dus wat toevallig laatst iemand op de DM, die vroeg ook weer van, ja, ik kan nu een Sub kopen voor 2000 euro. Ja, wij kunnen het niet eens inkopen voor dat geld. Dus als dat is, dan is het too good to be true. En dan dat bestaat het niet. Ook echt af. Dat bestaat niet gewoon. Dus nogmaals, knoop het in je oren. Als iets te goed lijkt, of het is te goedkoop, of wat dan ook. Dan is er waarschijnlijk iets mee. Er is een reden dat het te goedkoop is. Of dan klopt er iets niet meer. Goed, volgende vraag. Van Bassie K88. Welk merk had de positie van Rolex ingenomen als Rolex nooit had bestaan? Rolex is daarvoor te belangrijk geweest om weg te cijferen. Dus ik denk niet dat iemand makkelijk de schoenen van Rolex had kunnen invullen. Maar een marktaandeel, als we daar naar gaan kijken, dan denk ik dat het leeuwendeel voor Omega was geweest. Wat zich toch op een andere manier profileert dan de haute horlogerie van bijvoorbeeld Patek Philippe of Vacheron Constantin. Die zijn er niet op gebrand om een hoge kwantiteit te draaien. En Rolex wel, Omega ook. Dus ik denk, ik zit dan snel al in de hoek van Omega te denken. Ja. Wat wel net zoals de vraag is misschien van, zou de horlogemarkt ooit zo ver zijn gekomen als Rolex er niet was geweest? Of zouden ze nog een soort van zwaar achterstaan? Daarom,
Het is oké, nogmaals, als je een Rolex geen mooi horloge vindt of dat je het niet, voor, niet iets voor jou vindt. Maar je kan Rolex niet wegzetten als een ondermaatsmerk of een merk voor iedereen of whatever. Er is een reden dat iedereen het kent en er is een reden dat het zo'n goed merk is. En dat hebben ze door de jaren heen wel laten zien. Dus voordat je in de comments weer gaat schreeuwen, lees je in. Ja, als je zegt dat Rolex gaar is, dan heb je hier niks te zoeken. En dan heb je oprecht, je hebt gewoon geen verstand van horloges. Als je Rolex niet waardeert, dan weet je niks over horloges. Simpel. Ja. Klaar. Goed. Volgende vraag van onze goede vriend Le Smoker. He's an English guy, but we do it in Dutch. I love you, bro. You just bought a beautiful nipple-dialed GMT. Great purchase, and I was so happy to sell to him because he's also a very young entrepreneur, and I always like to do business with young entrepreneurs because I can really relate. Yeah. But we're going to do this question in Dutch. And the vraag is, waar moet je op letten op Chrono 24 om er zeker van te zijn dat je jezelf niet naait? En dat gebeurt hier op wekelijkse basis dat die mensen binnenkomen die iets op Chrono of op Katowice hebben gekocht en die dus genaaid zijn. Ja, nee, zeker. Waar je op moet letten is dat je Alt in knopje indrukt en dan F4. En dan open je een nieuw tabblad, klik je www.amsterdamvintagewatches.com en dan kies je een horloge uit en dan zorg je er gewoon voor dat je een goede koop hebt. Ja. Dus ja, het is moeilijk. Wij raden het sowieso af. En als je iets koopt via dat... Eigenlijk moet je gewoon altijd het horloge in het echt zien. Dus ga daar naartoe, kijk het horloge en koop het gewoon daar dan in de winkel. En als je het dan per se online wil kopen, doe het altijd met die kopersbescherming. Want je neemt een risico. En ik heb echt no mercy als je hier in de winkel binnenkomt. En je komt aan met je sub die je daar hebt gekocht voor 400 euro goedkoper. Want dan heb je dat weer bespaard. En het ding loopt niet goed en we moeten hem laten servicen. En je krijgt een rekening van 800 euro. Your fucking shit. Ja. En het zal niet de eerste keer zijn dat dit gebeurd is. Wekelijks. Dit bijna. Komt bijna wekelijks voor, ja. De volgende vraag van Ramon LWD. Wat vind je belangrijker, je Instagram of je YouTube kanaal? Die is voor jou bedoeld, man. Want jij bent de community manager. Ja, ik vind het wel belangrijk van wat jij belangrijker vindt. Ik heb er zeker een idee over, maar ik ben wel benieuwd wat jij belangrijker vindt. Op Instagram krijgen we veel minder doodsbedreigingen. Ja, dus dat vind ik altijd zijn. Veel prettiger. En we hebben denk ik een hogere concentratie op Instagram aan echt horlogeliefhebbers. Dus de dingen die we posten worden eerder opgepikt en sneller begrepen. En op YouTube, de filmpjes die we maken zijn over het algemeen nog redelijk oppervlakkig. Wat verder prima is. Maar als je echt een horlogeliefhebber bent, dan kom je hier eigenlijk niks nieuws tegen. Maar ik snap dat het steeds grotere vormen begint aan te nemen. En op Instagram zijn we een van de 1000 horloge kanalen. En op YouTube zijn we een van de weinigen. En zeker in het Nederlands. Dus ik denk dat... Moeilijk, YouTube gaat het... In de toekomst ga ik YouTube zeggen. Maar vooralsnog same level. Okay. Nu ben ik heel benieuwd naar jouw antwoord. Ja, ik heb daar wel echt een soort van... Ik heb daar lang over nagedacht, laat ik het zo zeggen. Ik ben sowieso een groot fan van YouTube. Ik zit ook in mijn privé tijd veel op YouTube. Ik haal er eigenlijk echt alles vanaf. Dus voor mij is YouTube als social media kanaal eigenlijk het meest interessante. Het is nog een beetje scheef bij ons, omdat we Instagram hebben nu denk ik een jaar of 2, 3 ongeveer. Dat we goed actief doen. Ja. En YouTube is eigenlijk sinds 1,5 maand dat we dus zijn geswitcht naar Nederlands. En sindsdien is het ook echt ontploft. Dus we hebben afgelopen week Facebook ingehaald qua volgers. En wat ik het idee heb bij YouTube, ondanks dat het publiek echt een stuk jonger is en misschien ook wat minder geschoold is, dus we zijn wat algemener, heb ik wel het idee dat er een soort van, zeg je dat? Het is wel echt... Er is wel de drang naar onze informatie. Inderdaad, en ik heb meer het idee dat we een soort van in conversaties zijn met jullie, dat we echt dat we dit samen doen. En op Instagram is het toch heel erg van, ik gooi een plaatje online en misschien dat jullie het liken als jullie het mooi vinden en misschien niet. Ja. Maar het is vrij eenzijdig. Ja, het is wat minder persoonlijk misschien. Ja. En ik denk ook gewoon met beeld kan je gewoon net even wat meer laten zien. Dit soort vragen is beantwoord gewoon ook makkelijker dan in een DM op Instagram. Dus, bij een filmpje zit er natuurlijk veel meer emotie in. Ja. En als je lettertjes typt op een schermpje, dan is dat ontbreekt wel. Terwijl juist horloges is natuurlijk een groot deel onderhevig aan de emotionele waarde, het verhaal, bla bla bla. Ja. En een goed punt wat jij zegt, op Instagram zijn wij een van de vele...
horlogeprofielen. Zelfs binnen Nederland zijn er al best wel een paar grote. Wel de leukste. Wij zijn wel de leukste. En een van de grootste. Alleen ja, al onze concurrenten en met name onze nationale concurrenten, ja, die kunnen niet op YouTube. Dus wat dat betreft zijn wij gewoon echt enige. Maar we zijn wel, denk ik, in Nederland zijn we wel het grootste Facebook kanaal ook. Of sorry, Instagram kanaal. We zitten redelijk hoog. We zitten sowieso hoger dan een Schaap of een Ghassan. Maar alsnog denk dat YouTube dat in de toekomst, misschien die gaat, denk ver over Instagram heen uiteindelijk. Ja, en ik vind het gewoon een prachtig platform, weet je. Het is gewoon, het is leuk om die video's te maken. Het is ook dit soort vragen, dingen zijn leuk. Het is, ja. En je ziet het echt ontwikkelen. We zien het echt in een maand tijd. Is het echt ontploft. Dat vind ik een van de leukste comments. Ja. Als mensen zeggen van, jullie verdienen meer subs. Of ik denk dat dit een heel groot kanaal gaat worden. Dat doet ons echt goed. Dat motiveert ons, ook de negatieve dingen hoor. Maar juist die dingen dat jullie daarin de potentie zien. En dat jullie met ons mee gaan groeien. Dat doet me wel goed. Ja, en ook voor de duik uit. Wij zijn geen YouTubers of Jasper is geen YouTuber. We doen het als bijzaak. Het is het is ondertussen, het is het 9 uur. Ochtends zit hij al de hele nacht. Nee, maar het is 9 uur. We zijn om 6 uur dicht gegaan in de winkel. We zitten nu ook in de winkel. Het is voor ons bijzaak, maar we zien wel de waarde hiervoor. We willen het ook nog wel verder uitbouwen. En ja, we moeten nog een beetje tussendoor. Maar hoe belangrijker dit weer wordt, hoe meer subs we krijgen, des te meer tijd er ook in gaan steken. Dus kijk als je allemaal, subscribe, noem maar op. Overtuig hem. En we zullen nog meer overtuig mij. Content leveren uiteindelijk. Oké, volgende vraag is van fatex.nl. Kan je in een ander land goedkoper een Rolex kopen? Oftewel, liggen de prijzen daar lager? Of kan je daar bijvoorbeeld zonder BTW kopen? Dat is zeker een goede vraag. Als je bij een AD koopt, dus een authorized dealer, buiten de EU, kan je het laten uitvoeren en kan je belasting terugkrijgen bij de luchthaven. Maar de listprijzen zijn overal gereguleerd. Dus Rolex heeft over de hele wereld dezelfde prijslijst. Dus die houden die prijzen aan. Ook in de tweedehands markt of in de vintage markt zijn die prijzen vrij centraal. Ik bedoel, iedereen kan dat makkelijk googelen. Het is net als goud. Het is een soort, over de hele wereld is het even duur, maar misschien is de huur en personeelskosten in een ander land, als je het bij een winkel koopt, zijn ze iets lager. Dan hebben ze daardoor lagere overheadkosten en kunnen ze met een kleinere marge kunnen ze het verkopen. Dat is eventueel mogelijk. Maar daarin zijn geen grote verschillen. Het is niet dat je in een ander land kan je het voor de helft van de prijs kopen. Helemaal niet. Nee. Het schijnt wel eens dat bijvoorbeeld door koersschommelingen dat het dan soms in de UK wat goedkoper is of soms in de US. Mm-hmm. Maar wat je zegt, dat zijn geen duizenden euro's verschil. Nu schijn je volgens mij wel op Schiphol bijvoorbeeld, dus achter de douane te kunnen kopen. En dan heb je bijvoorbeeld dat voordeel van die BTW die eraf gaat. Maar ondertussen moet je dus dan reizen met je horloge. Heb je de kans dat het land waar je dan weer binnenkomt. Officieel moet je het ook weer invoeren. Uiteindelijk moet je het ook weer invoeren. Ja. Dus natuurlijk kan je het gewoon in je koffer stoppen en hopen dat niemand het ziet. Maar dat risico is er wel. Dus het kan wel iets schelen, maar verwacht niet dat het duizenden euro's verschil is. De volgende vraag is van Jarnoski. Wat vind je zelf tof voor horlogekanalen op YouTube? Kijk nooit YouTube. Nee. Vertel wat is. Ja, wat dingen ken ik wel. Hij kijkt nooit YouTube. Wow, wat dingen heb ik wel eens gezien. Ja. Ik kijk wel op YouTube. En ik vind horlogekanalen vind ik moeilijk. Omdat vaak. Het probleem vaak met horlogekanalen is dat ze op een gegeven moment ook over horloges gaan praten waar ik eigenlijk helemaal niks om geef. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een Tio en Harris. Vind ik echt een goede partij. Alleen die heeft het heel vaak over horloges waar ik echt helemaal niks mee heb. En hij vertelt het ook echt vaak. Als je een soort horloge met waterschade noemt op, dat vertelt hij alsof het mooiste horloge is wat hij ooit heeft gezien. Het is ook een kunst. Ja, ik geloof dat niet. Maar wat ik wel waardeer is dat hij wel die work ethic. Hij loopt echt veel dingen op. Dus wat dat betreft denk ik dat het misschien nog wel een van de interessantste kanalen is. Houdinki kijk ik ook, maar is heel veel gesponsord, dus ik vertrouw dat niet. Ja, het is niet meer subjectief, dat is het probleem. Nee. Kijk, we hebben al eerder aangegeven, wij presenteren niet het nieuws. Wij zijn onafhankelijke partij en we geven onze ongezouten mening. You can like it or you can hate it. Het maakt ons niet uit. Dit is hoe wij daarover denken. En dat maakt het denk ik juist een van de interessantere kanalen. Dat denk ik ook. En bijvoorbeeld een Odinkie heeft dan een samenwerking met Omega. Dus die zal nooit iets negatiefs over Omega zeggen. En dat zijn dingen, ja, ik als kijker of ik als klant wil dat niet zien. Ik wil eerlijke mensen zien die dat helder vertellen. Dus misschien van alle horlogekanalen vind ik de allerinteressantste misschien toch wel Archie Luxury, man.
Ken je die guy? Zo'n guy in Hongkong of zo. Het ziet er niet uit. Het is ook echt een walgelijke gast om te zien. Maar hij is een van de eerlijkste. En hij weet ook echt veel van horloges. Dus hij geeft wel vaak goede adviezen. Maar uiteindelijk het beste horlogekanaal vind ik denk toch gewoon onze. Hoe kort en hoe jong het nog is eigenlijk. Yes. Het is wel echt iets wat ik zelf zou kijken. Dan denk ik. Ja, ik bedoel, ja. Nou, goed om te horen. Denk ik wel. De laatste vraag. Van baan vast. Als jij dit werk niet deed, wat zou je jezelf dan graag zien doen voor werk? Dat is een lastige. Ja. Oh, ik weet niet, man. This is meant to be. Ik ben gewoon hiervoor in de wieg gelegd. Ik weet niet. Wat zou jij doen als je... Want jij hebt natuurlijk hiervoor in de modewereld gezeten. Je hebt je eigen merk daarin opgebouwd. Toen ben je overgestapt naar horloges. Nou, voor mij is het gewoon... Ik kan niet werken als het niet iets is waar ik echt een passie voor heb. Dus ik zou nu zo gauw niet iets kunnen noemen wat ik echt zo graag wil doen. Wat voor mij is, ik ben dan de community manager, hoe je de fuck je het ook wil noemen, in het bedrijf. Wat voor mij is, wat ik echt interessant vind, is dat YouTube. Dus ik zou dat nog wel graag uit willen bouwen. Ja, nog wel met media, dat je dingen... Ja, gewoon meer dat. Gewoon echt een soort van dat naar next level tillen. Maar een ander soort baan of wat dan ook, ja, zou ik echt niet weten. Gewoon. Ik heb ook geen antwoord op. Ik zou jou niet in een andere functie... Nee, ik kan ook gewoon helemaal niks verder. Nee. Dat is het probleem. Nee, dus dat is wel grappig. Hij weet alles van horloges, maar that's about it. Dan houdt het op. Het was weer gezellig. We hebben jullie vragen kunnen beantwoorden. We hebben over horloges kunnen lullen. En dat kunnen we tot diep in de nacht doen. Maar dat gaan we niet doen. Dit was weer het einde. Mooie aflevering. Ik ben ook benieuwd wat jullie vinden van de lengte van de aflevering. Dus laat even weten of jullie het oké vinden dat het best wel langdurig is. Of dat jullie liever iets kortere afleveringen willen zien. Maar dan is het moeilijk om al jullie vragen te beantwoorden. In ieder geval waarderen we dat jullie weer hebben gekeken. Klik het duimpje omhoog. Klik op subscribe. Volg ons op Instagram en YouTube. Check onze site en jullie zijn welkom in de winkel. Tot de volgende keer. En de beste dag om een vintage horloge te kopen is vandaag.